Infinity van PS Games. Het is een spel voor 4 tot 8 personen en je bent er ongeveer een kwartiertje mee bezig. In het spel krijg je steeds, afhankelijk van hoe snel je je kaart wegspeelt, een andere rol. Ben je degene die het snelst zijn kaarten weet weg te werken, dan wordt hij de nieuwe koning, oftewel de grote Dalmuti. En degene die daar in een ronde het meeste tijd voor nodig heeft, die wordt de grote dienaar, oftewel de armste van het gezelschap. En die krijgt dan allerlei neventaken, zoals het verdelen van de kaarten en wat andere dingetjes. We gaan eens kijken wat we krijgen voor ons. In het doosje zitten de spelregels. En die stellen niet zo heel veel voor. En natuurlijk de kaarten waarmee het spel gespeeld wordt. En dat zijn allemaal beroepen en verschillende getallen die erop staan. En hoe hoger het getal, hoe meer kaarten ervan in het spel zitten. We gaan maar eens snel een spelletje spelen. Voordat het eerste potje begint, gaan alle spelers een kaart trekken. De eerste speler pakt, je legt de hele stapel kaart in een waaier neer. En de eerste speler legt een kaart open. Die heeft een 9. Dan pakt de speler links van hem een kaart. En dat is een 12. En zo gaat het door tot alle spelers een kaart hebben gepakt. Pak je een kaart die al eerder getrokken is, dus een 9. Dan leg je die aan de kant en trek je een nieuwe kaart tot je een getal hebt wat nog niet getrokken is. Zodat iedereen een unieke rang heeft. Degene met het laagste getal wordt de grote Dalmuti en die gaat ergens aan de tafel zitten. De daarop volgend lagere, ja, iets hogere getal, die gaat links van hem zitten en dat is de kleine Dalmuti. En degene met het allerhoogste getal gaat rechts van de grote Dalmuti zitten en dat is de grote dienaar. En rechts naast de grote dienaar gaat de kleine dienaar zitten en dat is degene met het op 1 na hoogste getal. En zo de rest van de spelers die gaat tussen de kleine dienaar en de kleine Dalmuti inzitten. In een volgorde die ze zelf mogen kiezen. Voor jullie duidelijkheid, in het spel wordt vaak gesproken over de laagste rang. En de laagste rang is het hoogste getal. De 12 is het hoogste getal. En boeren zijn dus de laagste rang. En een 9 zit daar natuurlijk weer een stukje boven. En de 7 komt nog weer hoger. En nou ja, ik hoef jullie niet te leren tellen. Vervolgens deelt de grote dienaar alle kaarten op aan de spelers die er zijn. Ik heb een voorbeeldje voor 4 genomen. Hij begint daarbij bij de grote Dalmuti en gaat zo met de klok mee alle kaarten opdelen. Het kan dus zijn dat er aan het einde van zo'n ronde delen mensen met verschillende aantallen kaarten zitten. Maar ja, dat is hoe het is. Dan mag de grote Dalmuti 2 kaarten die hem niet bevallen geven aan de grote dienaar. En de grote dienaar moet daarvoor terug 2 van zijn hoogste kaarten geven. Dus de 2 hoogste kaarten die hij in zijn hand heeft. Tegelijkertijd mag de kleine Dalmuti 1 kaart die hem niet bevalt geven aan de kleine dienaar. En de kleine dienaar moet zijn hoogste kaart aan de kleine Dalmuti geven. Mocht het zo zijn dat een speler beide narren in zijn hand heeft, dan kan hij een revolutie uitroepen en tot grote vreugde van de dienaren betekent dat er dan geen kaarten over en weer worden gegeven. Wil het lot het hebben dat de grote dienaar degene is met de 2 narren, dan komt er een grote revolutie en dat is gelijk aan een soort stoelendans. Dan gaat iedereen van rang en plaats wisselen. De grote dienaar wordt de grote Dalmuti en de grote Dalmuti wordt de grote dienaar. De kleine dienaar en de kleine Dalmuti draaien ook om. En spelers die daartussenin zitten, ja, daar verandert niet zoveel, want die hadden al geen rang. En dan zijn we eigenlijk klaar om te beginnen met het daadwerkelijke spel. De eerste slag wordt begonnen door de grote Dalmuti en bestaat uit 1 of meerdere kaarten met hetzelfde getal. Hoe hoger het getal, hoe moeilijker het is voor andere spelers om eroverheen te gaan. Je hebt natuurlijk de narretjes, die mogen ingezoord worden als jokers. Dus die mogen elk willekeurig getal zijn dat de speler kiest. Als een speler uitkomt met bijvoorbeeld 3 elfen, dan moeten de spelers met de klok mee hier overheen gaan met ook 3 gelijke, maar dan een hogere rang. Dus bijvoorbeeld 3 tienen, 3 achten. Of 3 zevens, noem maar wat. Dit gaat zo door, komt hij dan weer terug bij degene die hem gespeeld heeft. Dan mag hij ook weer over zichzelf heen gaan met bijvoorbeeld, kijk, ik heb hier nog 3 achten. Dan zou ik kunnen zeggen, nou, pak ik de slag weer terug met 3 achten. En zo gaat het door tot iedereen gepast heeft.
Dan wordt door de grote dienaar alle kaarten worden dan aan de kant gelegd. Degene die deze slag gewonnen heeft, oftewel die de hoogste rangencombinatie gespeeld heeft, die gaat de volgende slag openen en die begint weer precies zoals daarnet. Hij speelt of zij één of meerdere kaarten van het gelijke aantal en de rest moet volgen met hetzelfde aantal en dan een hogere rang. En zo gaat het door. Degene die als eerste zijn hand leeg heeft, die wordt de volgende ronde de grote Dalmoetie. Degene die als tweede zijn kaarten allemaal weg heeft, wordt de kleine Dalmoetie. En degene, dit gaat dan door tot er nog maar één speler met kaarten in zijn hand zit. En die wordt dan de grote dienaar. Dan gaan we weer een stoelendans doen, zodat iedereen op positie zit. Grote Dalmoetie, met links van hem de kleine, rechts van hem de grote dienaar. En daarnaast de kleine dienaar, de rest ertussenin. En dan gaan we naar het volgende potje. De nieuwe posities leveren natuurlijk punten op. De grote Dalmoetie krijgt 1 punt voor elk onderdaan dat hij nu heeft. Ik ben bijvoorbeeld nu de grote Dalmoetie en ik heb 1, 2, 3 onderdanen, 3 punten voor mij. De kleine Dalmoetie heeft 2 onderdanen, die krijgt 2 punten. De kleine dienaar heeft nog 1 onderdaan, die krijgt 1 punt. En de grote dienaar krijgt altijd 0 punten. Die schrijf je op en dan ga je nog een nieuw potje spelen. En het spel eindigt na een van tevoren afgesproken aantal rondes. Meestal zijn dat er een stuk of 10, maar je kunt ook zeggen ik doe er meer of minder. En dan is het degene met de meeste punten die het spel de grote Dalmoetie wint. De grote Dalmoetie. Het is een snel en een lekker simpel spelletje. En dat is natuurlijk een grote kracht. Vooral omdat je het met een lekkere grote groep kan spelen. Qua artwork, niet mijn stijl. Maar wel binnen het spel een zeer passende stijl. Het stoelendans element vind ik ook erg grappig. Het is natuurlijk leuk dat je elke beurt weer rond moet rennen. Aan de andere kant, als je daar als groep niet van houdt, dan moet je er wat anders op vinden. Ik ben altijd zo, als je de grote Dalmoetie bent, dan hoef je niet te verplaatsen. Want je bent niet voor niets de grote Dalmoetie. Daarnaast zit er natuurlijk een grote geluksfactor in. Je moet het doen met de kaarten die je toebedeeld krijgt. En dan kun je natuurlijk ook nog eens een ongelukkige positie hebben, zodat je links van de, of rechts van de Dalmoetie komt te zitten. Waardoor jij jouw 2 beste kaarten aan hem moet geven en van hem weer 2 aanzienlijk mindere kaarten kan terugkrijgen. Maar dat maakt het natuurlijk ook wel weer geinig. Ik vind het daardoor iets te ongebalanceerd. Want als grote Dalmoetie heb je gewoon een heel groot voordeel. Want je geeft slechtere kaarten weg. En je krijgt altijd de hoogste kaarten terug van de grote dienaar. En de kleine Dalmoetie natuurlijk hetzelfde principe, maar dan 1 kaart. Al met al is het een leuk kaartspelletje. Wat mij sterk doet denken aan Tissue. Daar heb je ook dat slagenprincipe. Dat je er alleen overheen kan met dezelfde hoeveelheid, maar dan hogere aantallen. Alleen ik vind dit veel minder leuk. Het is een leuk spelletje, je kunt het met lekker veel mensen spelen, het gaat lekker snel. Dat zijn allemaal pluspunten. Maar het is niet een spel waarvan ik zeg, wauw, geweldig. Dus het krijgt voor mij maar een 6,5.